super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een winter shoplog. Ik heb namelijk van Conquête Fashion en van Chiquelle wat items mogen ontvangen voor de winter. En die wilde ik graag aan jullie laten zien. Laten we maar beginnen met Conquête Fashion. Als allereerst van Conquête Fashion heb ik een paar schoenen mogen ontvangen. Het zijn schoenen die ik normaal niet zo snel zou kiezen. Ik zou ze zelf eigenlijk ook nooit kopen, maar ik zag ze en ik dacht van, ja, het is nu gewoon de kans om het zeg maar uit te proberen. Dus ik heb ze doorgegeven en gekregen. Ik heb maat 36 van deze schoenen, want ze vallen gewoon op maat. Het zijn namelijk boots. Het zijn niet zomaar soorten normale boots, maar het zijn zilveren laarsjes. Ik zou dit zelf nooit kopen, of althans zeg maar nooit zelf mijn geld denk ik aan uitgeven. Maar ik vond ze eigenlijk best wel gaaf en nu ik ze ook heb, vind ik ze ook wel heel erg gaaf. Dit zou ik sowieso niet naar school dragen, maar voor met feestdagen of voor een gave Instagram foto is dit gewoon heel erg leuk. Ik zal ook even het andere paar erbij pakken. De hak is 9 centimeter uit mijn hoofd als ik het goed zeg. En hij sluit aan de binnenkant met een rit. Ik vind ze eigenlijk best wel gaaf. Ik had niet verwacht dat ik ze zo gaaf zou vinden. Vandaar dat ik zelf ook had gedacht dat ik ze nooit zou kopen. Maar nu ik ze heb, ben ik er heel erg blij mee. En vind ik het best wel gaaf ook om gewoon zo neer te zetten. Weet je, op een plank in mijn kamer of zo. Maar ook gewoon voor een zieke Instagram foto. Of voor straks met de kerst is dit natuurlijk ook heel erg leuk. Met een zwarte flare broek of een leuk jurkje. Ik weet even de prijzen allemaal niet uit mijn hoofd. Maar ik zal alle prijzen en alle linkjes in de beschrijving zetten. Dan kan je daar even kijken voor als je wat meer informatie erover wilt. Dit waren de schoenen. En laten we nu maar verder gaan naar het volgende item. Het volgende wat ik van Conquête Fashion heb mogen ontvangen is deze teddyjas. Het is een zwarte teddyjas. Hij voelt echt super lekker zacht. Hij sluit met hier knopen. Volgens mij heeft hij er 2. Ja, hij heeft 2 knopen. Daar sluit hij mee. Hij is niet onwijs dik, zeg maar dik genoeg voor de winter. Maar als je er een leuke trui onder doet, is hij voor de herfst zeker genoeg. Hier weet ik ook de prijs niet van, maar de prijzen zullen gewoon in de beschrijving staan. Hij is dus zwart. Ze hebben hem ook nog in een beetje een beige kleur. Maar ik dacht zwart is wel leuk. Want ik heb nog niet echt een zwarte jas. En ik heb ook nog geen teddycoat. Dus dat leek me wel heel erg leuk. Volgens mij was dit een maat one size. Dus eigenlijk zou iedereen hem moeten passen. Bij mij zit hij ook gewoon prima. Misschien is hij voor mij net even iets te groot. Maar ik ben ook maar 1,60. Dus dat kan op zich wel kloppen dat hij dan iets te groot is. Maar ik ben er in ieder geval heel erg blij met deze jas. En hoop dat ik hem lekker veel kan gaan dragen. Dan het volgende en gelijk het laatste van Conquête Fashion is deze jas. En hier ben ik echt onwijs blij mee. Het is een rood met wit en donkerblauwe jas. Het is een beetje zo'n wat nettere jas. Een trenchcoat noem je dat volgens mij. En even kijken waar de knoop zit. Hier. Hij heeft gouden knopen. De knopen vind ik ietsjes minder. Maar ik denk dat ik die er gewoon af ga halen en mijn eigen knoop erop ga doen. Dat is verder geen probleem natuurlijk. Hij heeft hier een zak en aan de andere kant ook een zak. Voor de winter is hij wel echt veel te koud. Want het is natuurlijk gewoon een dun stofje. Maar straks voor de lente is dit echt een onwijs leuke jas. Ik heb deze in een maatje S. Ik weet niet, ik vind deze gewoon heel leuk. En vooral de kleuren, dat rood met donkerblauw en zo. Het enige wat ik dan minder vind zijn de knopen. Maar die kan je gewoon zelf vervangen natuurlijk. Ik denk dat ik er gewoon donkerblauwe of zwarte knopen op ga zetten. Of nou ja, ga vragen of mijn oma die erop wil zetten. En dan is het gewoon echt de perfecte jas straks voor de lente. Dat waren dan de items van Conquête Fashion. En dan heb ik nog 4 leuke items van Chiquelle om aan jullie te laten zien. Als allereerst deze top. Dit is een beetje een crop top. Hij komt ongeveer tot boven je navel. En heeft echt een hele mooie hals. Hij loopt zeg maar echt zo heel, ja, ik weet niet hoe je dat uit kan leggen. Maar je ziet denk ik ook wel iets op de hanger dat hij heel erg naar buiten toe loopt. Zoals je kunt zien heeft hij een ribbelstofje. En het is echt een hele lekkere, dikke, mooie stof. Aan de onderkant is die wat gerafeld afgewerkt. En bij de mouwtjes heeft hij dat ook. Van deze weet ik ook de prijs weer eventjes niet. Maar dat zet ik ook weer gewoon in de beschrijving. Ik heb deze in een maatje S. En deze zit gewoon top bij mij. Deze vind ik heel erg leuk bijvoorbeeld met mijn flare broek. Want die komt wat hoger. Of met een gave rok of zo. Straks met de kerst is ook heel erg leuk. Dus dit was het eerste item van Chiquelle. Dan het tweede item is deze top. Deze hebben jullie misschien wel vaker voorbij zien komen op mijn YouTube kanaal. Ik heb deze namelijk al in het zwart van Chiquelle. En ik vind deze topjes echt geweldig. Ze zitten zo mooi door die V-hals voor en hij heeft ook een V-hals achter. Hij sluit gewoon vet mooi aan. Die stof is gewoon echt bizar mooi. Hele goede kwaliteit ook die stof. En ja, deze blijft gewoon best wel lang mooi. Ik heb nu 2 zwarte en nu een witte. En deze topjes trek ik gewoon even snel makkelijk aan. Het is heel erg leuk om er een jasje op te doen. Ik heb deze in een, volgens mij is het een one size. Ja, dit is een one size. Dus eigenlijk past iedereen hem ook verder gewoon. Je hebt hem in heel veel kleurtjes. Je hebt hem in het legergroen, in het okergeel. Je hebt hem volgens mij ook in het roze een beetje. Maar ik heb nu de beige en dus ook de zwarte. Deze topjes zijn echt top. En volgens mij heeft bijna elke
chick op YouTube deze die iets van Chicole mag uitzoeken. Iedereen kiest altijd deze en iedereen is er altijd zo tevreden over. En ja, deze topjes zijn gewoon top. Dan deze top in een mooie rode roestoranje kleur of zo. Beetje roestbruin, oranje-achtig. Met een colletje. Ik moet wel eerlijk zeggen dat deze bij mij niet heel erg mooi staat. Omdat hij is best wel breed aan de zijkant. En rijdt ook heel erg mee. Dus hij gaat bij mij een beetje flubberen. Maar ik vind het idee wel echt heel erg leuk. Dat hij zeg maar wat meer naar je nek toe loopt. En dan een mooie kool hebt. Ik heb deze ook nog in heel veel andere verschillende kleurtjes. Sowieso zwart en beige. Maar ik weet niet welke nog meer. Maar de stof is wel gewoon echt heel erg mooi. Ik denk dat ik hier gewoon net even iets te klein voor ben voor deze top. Maar ja, deze echt. Deze kleur ook. Die kleur is echt zo mooi. Niet normaal. Maar in ieder geval, ik vind het jammer dat hij bij mij niet zo heel erg mooi aansluit. Maar misschien als je een wat hogere rok hebt, dat je hem zo, dat je hem zo erin kan doen, dat je dan niet heel erg opvalt. Dus ik denk dat ik dat gewoon nog een paar keer ga proberen. Straks voor met de feestdagen of zo kan dit natuurlijk ook heel erg leuk zijn. En dan weer het laatste van deze shoplog is namelijk een spijkerbroek. Dat is deze. Dit is de spijkerbroek. Echt een hele mooie kleur. En aan de zijkant, ik weet niet of je het goed kan zien, heeft hij een soort rafeltje. Aan de onderkant, ja, ik heb hem even opgevouwen, maar je kan hem ook gewoon normaal doen natuurlijk. Oeh, heeft hij ook van die rafeltjes. Ik heb hem in een maatje 36. Hij zit verder gewoon prima. Hij is wel iets aan de grote kant bij mij. Maar 34 was waarschijnlijk te klein geweest. Want dat had ik vorige keer met de broek van Chicole. Dus kijk wel eventjes goed naar de maten als je bestelt. Want normaal heb ik bij een broek 34 ongeveer. Maar bij Chicole is dat gewoon te klein. Maar 36 is voor net even iets te groot. Maar verder een hele mooie broek. Ja, gewoon een spijkerbroek. Kan ik niet heel veel over zeggen. Ik vind het gaaf bij deze broek. Als je de broekspijpen omvouwt. Maar dat is natuurlijk gewoon je eigen keus. Zoals je kan zien stretcht die ook best wel mee. Dus twijfel je nou tussen een 36 of een 38. Hou er rekening mee. Hij stretcht ook mee. En bij de benen doet hij dat ook best wel. Dus ja. Dit waren dan alle items die ik aan jullie wilde laten zien. Het was niet een hele lange shoplog. Maar wel allemaal hele leuke items. Ik denk dat ik het allerblijst ben misschien toch wel met of die trenchcoat die rood met blauw van Conquest Fashion. Of met die schoenen. Ik weet niet, ik vind het gewoon best wel gaaf. En ik denk dat je er echt wel een hele leuke outfit mee kan maken. Als je zo'n leuke boyfriend jeans aan hebt met een leer jasje of zo. Maar in ieder geval, dit was de shoplog. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei doei!